Ja, ik heb hier een grote fan van KV Mechelen. Ja. Waar zijn je geweest, Brussel of Mechelen? We zijn naar Mechelen op Pampa. Hoe was de sfeer in Mechelen? Keigoed, veel supporters, uiteraard. En had je verwacht dat ze gingen winnen? Ik denk het wel. Hè. Uiteraard. Als je supporters bent van KV, die winnen sowieso. Hè. Ze hebben een goede mis gedaan dit seizoen met de tegenslagen, maar ze zijn er doorgeraakt. Het is verdiend. Hè. Voilà, ze hebben hun best gedaan en we weten dat ze het kunnen. Dus. Ja. Heb je nog een boodschap voor de mensen van KV? Vanavond goed feesten, niet aan morgen denken en yes we can. We kijken blauw, we kijken. We kijken blauw, we kijken. We zijn van Mechelen en dus we blijven kijken. Dus de sfeer is hier ook kei tof. Sinds komen de spelers op het platform nog eens juichen. We hebben de beker gewonnen. Had je het verwacht dat ze gingen winnen? Ja, ja. Ik had voorspeld 2-1 en we zijn 2-1 gewonnen. Dus. Hevige voetbal van? Ja, ja, ik ga alle matchen kijken, uit of thuis, altijd. Content met de overwinning, zo hè? Ja, ongelooflijk. Dit is een legendarische overwinning. Titel pakken en dan de beker van België. Tweede keer dat KV hem binnenhaalt, de beker van België? Ja, tweede keer. Een paar keer meer gespeeld, maar de tweede keer dat we hem binnenhalen. En dit als 1B-ploeg is super. Super. Ja. Had je het verwacht of was het een moeilijke wedstrijd? Verwacht is veel gezegd natuurlijk, maar de spelers geloofden erin. En als je erin gelooft als spelers, Dan sta je al, dat is de eerste stap, zal ik zeggen. Ja. Hoe was de sfeer in Brussel? Super. Die mensen, die 20.000 die daar waren, dat zijn de mensen die iedere seconde in al die maanden achter ons stonden. En we hebben dat samen gedaan. Spelers, staf, maar zeker ook de supporters. We waren er met meer zelfs als Gent. En daar in de tribunes hebben we de wedstrijd ook gewonnen. Super. Het was een moeilijke wedstrijd, jongens. Ja, het was een difficult game. But, very difficult game, but we solved it and now we're champions. Yeah. Voor de tweede keer toch? For the second time. Yeah, for the second time. It's big for us players and tonight we'll celebrate as a team and yeah, it's amazing. You go now to the FS station stadium? Sorry. Yeah, we're going to the FS stadium and we will enjoy there with the fans and our family and this will be a lovely night. Enjoy till tomorrow. Until tomorrow, yeah. And maybe a few more days, and then maybe we're going to a trip with Mikey. Then we'll enjoy there also. Okay, you did it all very good. Thank you. Thank you so much, my friend. Thank you. Sometimes we sleep together. Sometimes. Yeah. Ja, Christophe, vandaag een drukke avond gehad met de mannen van KV, hè? Ja, zeker. Het was. Ze hadden mij gebeld voor frietjes te geven aan de spelers van KV Mechelen en de staf. En ja, het was echt een eer om een keer te mogen komen bakken hier in het binnenplein van het stadhuis. Dat was echt heel tof. Ja. Ja, het is toch wel iets speciaals dat je niet elke dag meemaakt. Nee. Dat is echt misschien uniek. Ik heb er speciaal puntzakjes voor gemaakt en zo met tekst op. Ja, dat is uitzonderlijk. Dat ga ik misschien niet meer meemaken. Waren ze tevreden met hun zakjes? Heel tevreden, apprecieer ze wel. Ja. Dat is een item nu. Hè. Zeg, Christophe, ben je een groot voetbalfan?
ik ben een voetbalfan, zeker en vast. Ik zie heel graag voetbal. En dat dan nu, ja, ik ben een Mechelaar. Mag van mij een racing zijn, mag van mij KV Mechelen zijn, want het is als het maar feest is. Ja. Straks nog meevieren of moet er nog gewerkt worden? Er moet nog gewerkt worden, spijtig genoeg. Maar ja, dat hoort erbij. Klein zelfstandige, hè. Ja. Ja, vandaag een prachtige overwinning van KV onze ploeg voor de tweede keer de beker van België. Ik denk dat we daar als stad ook fier mogen op zijn. Zeker en vast meer dan fier, want het was een enorme apotheose. De sfeer was fantastisch. Ze hebben zich heel hard ingezet. Het was geen gemakkelijke wedstrijd, maar ze zijn heel hoogmoedig en op een eervolle manier gewonnen. Ja. Je bent zelf ook naar Brussel geweest, dacht ik? Ja, zeker en vast. Ja, kon ik niet missen. Ik heb de spelers vorige week nog persoonlijk gaan aanspreken en hun ook beloofd dat ik de wedstrijd mee ging volgen. Nadien hier op het stadhuis was eigenlijk ja, de kerst op de taart. Dat is een fantastisch, fantastisch gebeuren. Ik heb gehoord van de mannen, de spelers zelf, dat er 20.000 Mechelaars mee geweest zijn. Ja, blijkbaar waren er 20 of 21.000 kaarten voor KV Mechelen. En het stadion zat chockvol. Dus ik denk dat wij 1 op 4 Mechelaar dat eigenlijk in het stadion aanwezig waren. Dus fantastisch gebeuren. De sfeer zal dus op en top geweest zijn. Ja, zeker en vast. En ze verdienen het ook. Hè. Ze hebben er heel hard voor geknokt. En ze hebben nu natuurlijk een dubbele titel, wat niet veel voorkomt. Dus genieten.